kom aan de haal ze even weg. Dat is de eerlijk dan. Kun jij het nadoen, Mika? Ga je hem aan, ja? Oh, nog 10 minuten. Je kunt het lezen met haar. Het lezen schrijven. Als je het gewoon. Als jij gewoon goed begrijpt. Ja, ja. Dat kan al even niet. Ja, dat mag ze weten. Ik had een rolstoel gepakt van man. Ze leeft niet heel rood de helft. Dus ik plak het op in. Dan is het zo wel kort. Anders noemen ze maar. Oh, zo hè? Ja. Wat? Ja, mooi lip geworden. Kom maar, we gaan een ander kindje. Kom maar. Ik sleep het al zo in één keer hoor. Kijk, ga maar even. Jij bent ook heel mooi hè? Ja. Kijk, lip is klaar, dan mag jij. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, wat een mooie meid. Maar anders vond ik het zo weinig stippen. Ik denk, ik doe wat extra stippen. Wat vind jij? Dan gaan we even bij de kaartjes kijken. Waar heb je die tijger? Waar heb je die tijger in hier gelegd? Is de tijger op stap? Kijken, is die op stap? Zullen wij wel je deze? Wij zijn Micha. Dan kom je misschien op televisie. Zeg maar hi. Ja, kom maar. Om je chocolade te gaan kijken naar de school. Dan moet je de mevrouw maar goed helpen. Ja, doen we eerst een beetje gil. En dan zeg ik tegen juf Sylvia wie ik heb gezien. Kan ik dat doen? Kan ik dat gaan doen? Wacht even, daar komt ze. Daar komt babytje. Wie is het babytje? Zo, oh. Wat jullie. Kijk eens, baby. Kijk eens. Springt hij er gewoon in, hè? Ach, ze mogen me. Wat lief, hè? Kijk, gaat hij eten. Kijk, is mooi. Ik kan gaan drinken. Ben je niet meer kijken? Ja, ze gaan we denk ik weer drinken. Ja, die drinkt, zie je? Mooi, ze heeft flinke meisje. Zie je dat? Uit de buurt van Arnhem en wij zijn naast ons werk in het dagelijks leven hebben wij een kudde schapen en daarmee begrazen wij de heide met die schapen. Dat is een hobby voor ons die een beetje uit de hand is gelopen en we hebben ongeveer 170 schapen die we dus laten rondlopen op natuurgebieden en die verzorgen daar de natuurbegrazing. En dat zijn Veluwse heideschapen, Drentse heideschapen en Schonebekers. Dat zijn allemaal heiderassen en eigenlijk zijn het ook allemaal oud-Hollandse rassen die we hebben lopen. Wat we vandaag hebben meegenomen aan schapen, dat zijn Drentse heideschapen. Die kan je vrij goed herkennen, ze zijn niet zo heel groot en die hebben horens. Dat is zeg maar zo'n horen die hier op de stok zit. Hè? Dus een van die horens van zo'n schaap die hebben hier nu op de stok zitten. En om nou met die schapen te kunnen werken, hebben wij onze honden meegenomen. Want als wij rondlopen op die heidevelden en die zijn heel erg uitgestrekt, dan moet je ongelooflijk hard lopen, wil je het allemaal zelf af kunnen lopen. Dus daar hebben we onze honden voor afgericht. Die gaat om de schapen heen. Dan lekker ver van de schapen afblijft.
Want als je de berg van af blijft, dan komt het er niet. En als je nou dat voor elkaar hebt, dat die hond lekker op afstand van die schapen blijft, dan kan je gaan zeggen van oké, okay, maar nou wil ik hem gaan leren welke kant die hond moet. Dus dan ga je die hond, die ga je afstoppen en dan ga je hem de andere kant op sturen. En dat kan nu met deze hond, omdat hij al oud is, kan het op commando. Dus we kunnen straks, we kunnen nu die hond, nadat we hem geleerd hebben in rondjes te lopen, kunnen we hem met de klok mee eromheen laten lopen. Dan loopt hij met de klok mee. En dan zeggen we stoppen. En dan zeggen we tegen de klok in. En dan gaat hij tegen de klok in lopen. En dat doen we nu natuurlijk op een hele korte afstand. Maar dat kan ook. Samen, Kerry. Ker. Samen. 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 Let it to the man. Hou je wat van de hek af hebben? Wat zijn we met die hond? Dat we samen met de hond, dat we schapen van die dieren af kunnen bellen. Samen. Dus we die schapen uit elkaar krijgen. Samen. En dan vervolgens zeggen, oké, dat topje wil ik apart houden. Samen. En dan zie je dat die hond ook een soort type boel bij elkaar houdt. Dus dat is voor die hond, dus dan heel erg opletten. Want dat schaap aan de rechterkant, die kant flip uit, die zie je, die wil weg. Waardoor dat je heel veel met je hond samenwerkt. Samen. Wouden jullie nog meedoen met, wouden jullie nog onderdeel uitmaken van het parcours? Dat gaat, met de kinderen zetten we even een parcoursje uit en dan gaan we die schapen, die gaan er doorheen. Oh nee, ik kwam echt hierheen, dus... dan gaat ze lekker die kant op. Helemaal goed. Wil je ook wat hebben? Daar kan ik een zusje van je maken, een klein zusje. Vind je het wel leuk? Ga je? Ja, ik heb het niet. Zullen we dat gaan doen? Nou, die schat wil niet wat ik wil. Dan ga je eerst maar even kijken. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Kijk maar. Ja? Dan moet er nog een hartje bij, hè? Zijn ze bloemen? Ja. Wat zeg je? Een vogeltje. Ja, een kuikentje. Wat wordt een kuikentje dan? Van die? Meneer is straks al inpakken. Er was hier net een meneer. Dan zou dat de oma. En wil jij inpakken? Nee, Ramon. Nee, ik ga aaien. Aaien mag wel, denk ik. Echt zo lief. Net. Heel zacht ook, hè? Hij krijgt een hele kleine horen. Wat een mooie zin. Oei, wat een mooie pen, hè? Nee. Wie is dat? Is dat een kroontje? Nee, pen. Pen?
pennen. Twee pennen met een kroon. Oei. Oh. Nou, doen we dat weer even. Nou, is die leuk? Mag ik een biertje? Nee. Ja, met z'n vieren zit. Nee. Ze willen eerst overal in en dan. Ja. Ze gaan zo scheren. Gewoon je hand erboven houden en dan gebeurt er dus niks meer. Oh, ik heb maar weer een paar trouwens, hè? Hij is heel jong dan. Eentje achter. Niet, hè? Ja. Maar 3 dagen oud. Ik ben nog heel oud. Nee, die is hier. Wil jij het even houden? Ja. Oh, ik krijg het alleen dan. Ja. 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 Nee, dit is één bolletje, maar dat wil niet helemaal zoals ik wil. Je schoot recht op houden. Ja, dat zijn we. En nog een familie. De reden dat het als op de rug liggen misgaat, dat is dat de pens die drukt dan op de longen. Dus dan stikken ze als het ware. Kijk eens even, zie je dat eens wel? Je moet rug op de wielen, hè? Ja. Ja, dan zie je het bijna niet scheren, dan moet je dat knippen. Ja, dat klopt. Oh. En dat... Ah ja, maar vroeger heette dit toch gewoon een scheer? Ja, dan zal het woord scheren daar toch wel vandaan komen. Maar volgens mij hadden ze vroeger geen elektriciteit. Nee. Dat is toch van de laatste. Ja, dit is traditioneel scheren. Dus dat is hoe het vroeger bij de schaapskuddes gebeurde. Dan had je schaapskerers, die trokken rond. En die gingen van kudde naar kudde om daar de schapen te scheren. En die kregen daar dan een minimaal loon voor. En ze kregen s'avonds een schaapscheresmaal. Wat vaak bestond uit iets van aardappels en wat wortelen en dan een beetje vis met boter eroverheen. Ja, en dan kreeg je toe iets van rijstepap met bruine suiker. En daar moest je het dan de volgende dag maar weer op redden. Kon dat niet dan? Dat ging denk ik vrij goed, want wij eten elke avond na het schapenscheren bij de schaapskuddes, eten we dat maal ook. Ja. Niks mis mee. Dat zet je de buik goed vol. Ja. Maar misschien dat het ook wel... Ja, kom maar. Zo. Kom. Wil je het doen? Zo.
zo. Oh, klik. Zo, en dan weer. Klik. En nu jij. Doe maar. Oh, wat is hij bloot nou. Kijk eens hoe bloot hij is. Is hij dan goed? Nou, op zich is het wel, het is niet heel erg ingewikkeld. Maar dat is wel het moeilijk zware regenbui gehad. En je gaat dan naar een schaap toe en je trekt de wol aan de kant. Dan kan je voelen dat het schaap op de huid nog helemaal droog is. Zo, dat is makkelijk. Dus die hebben iets tegen de warmte. En ze hebben ook nog gewoon een eigen regenjas. Volgens mij, als we deze zo uitleggen, dan heb je volgens mij het modelletje er ongeveer nog in zitten. Hier heb ze nek gezeten. Volgens mij zo. En hier heb ze. Hier ligt hij zo. En hier heb ze kont gezeten. Ja, dat kan je ook wel zien. Een schapenpakje. En als je nou even wacht, dan bouwen we er zo meteen wat op. Heb je een trui van gemaakt, hè? Ja, ja. Ja. Ja, die valt in één keer goed af, hè? Dat kan ik ook wel. Pikzwart water. Ja. Dus je gaat het gelijk eerst spinnen en dan ga je het wassen? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, want dat vet is fijn om te spinnen. Dan grijpen die een andere knop en dan maken we van 2 graden maken we weer 1 graad. 32. Dus dit is van een bruin schaap en van een wit schaap. Dus dan doe ik het draadje van de ene van de andere. En dit is een grijs schaap. Oh ja, bij een grijze schaap heb je lichtere stukken en donkere stukken. Dus dit is dus nog niet de dikte van een normale bol. Nee, dit is de helft. Kom, we gaan verder kijken. Maria, we krijgen Henk. Hoi. Dat doe ik vaak. Voor de hond, hoor. De meeste wolven schapen naar de buitenlijn.